In het centrum van Woerden heeft woensdagmiddag korte tijd een brand gewoed bij een brillenzaak. Nou, dus blijkbaar vanuit de gemeente is er bij ons achter, aan de achterkant is er onkruid verdelgd. Blijkbaar met een of andere brandmachine. Er is in ieder geval een vonk bij ons tussen de isolering gevlogen. Waardoor het bij ons aan de achterkant helemaal vol liep met rook. Ja. Waren er nog met klanten in de winkel? Want ik begreep in totaal dat er wel 3 panden door de brandweer zijn ontruimd. Hoe ging dat op dat moment? Nou, klanten en personeel natuurlijk. Maar de personeel die was er vroeg bij. Die roken iets en die zijn gelijk naar achter gelopen en gelijk 1-2 gebeld. Dus gelukkig weinig tot geen schade. Schade zit vooral achterin het pand, begreep ik, bij de houtspan. Waar achter bij de schuur zit een houten, ja, houten muur, hè, laat ik het zo maar noemen. En daar is de vonken, zijn er daar tussen doorgegaan. We zijn ook gewoon open. De winkel blijft dus gewoon open, mensen kunnen gewoon terecht. Zeker, er is helemaal niks aan de hand, dus je bent allemaal welkom. Ja. Ja.